Welkom bij deze nieuwe video. Mensen, het is weer 25 graden of meer. Dus ik heb een ventilator hier achter mijn camera staan, achter mijn microfoon. Hij maakt geluid, maar ik hoop dat de microfoon hem niet te veel oppakt. Dus mocht je iets van een windje, wire horen op de achtergrond, dan is het mijn ventilator. Ik kan echt niet zonder. Vandaag heb ik een video waarin ik mij ga opmaken met allemaal gratis make-up, oftewel PR make-up. Mensen die niet bekend zijn met PR. PR is gewoon alle gratis spulletjes die ik krijg. Dat is meestal make-up, omdat mijn social media vooral is gericht op make-up. Maar af en toe is het ook kleding. Het is gewoon van alles omtrent beauty, wat ik gewoon van bedrijven krijg opgestuurd. Puur en alleen omdat ik dus video's maak, content maak en dan is het gewoon in de hoop dat ik er iets mee doe en het aan mijn volgers laat zien. Er is ook altijd een beetje verwarring met PR en gesponsorde video's. Het is echt een verschil. PR is puur en alleen gratis spullen. Je hoeft er niks mee te doen. Als ik wil kan ik alles gewoon weggooien, wat ik natuurlijk niet doe. Maar ik hoef het niet te laten zien. Ik kan gewoon letterlijk ermee doen wat ik wil. Het is gewoon een soort van cadeautje. Een gesponsorde video is een video waarin je echt met het bedrijf hebt afgesproken. Oké, ik ga jouw producten gebruiken, laten zien in een video, in een foto, whatever. En meestal word je dan daar ook voor betaald. Eigenlijk altijd wel. Gesponsorde posts zijn altijd wel betaald. Dus dat wilde ik even snel ophelderen, zodat je het weet. Maar vandaag gaat het dus over PR make-up. Ik wilde deze video al echt 3-4 weken geleden maken. Want ik kreeg ook een e-mail van Juvia's Place. En hun hebben nou een foundation en een concealer die hun mij wilden opsturen. En ik dacht, nou, ideaal voor de video. Want dan heb ik ook gelijk een PR foundation en concealer. Want wat ik het minste krijg zijn die producten. Meestal krijg ik in PR meer gewoon oogschaduwen en dat soort dingen. Dus ik dacht, top, maar ik wacht al 3 weken en ik heb nog steeds niks binnen. Dus ik dacht, whatever, het zal wel ooit binnenkomen. Maar ja, deze make-up ligt hier ook al wel even en ik wilde hem gewoon nou gaan maken. Dus ik heb het gewoon gedaan, dan maar zonder die foundation en concealer. Wel jammer, maar het is hoe het is. Dus ik heb hier gewoon wat productjes opgespaard en die ga ik vandaag gebruiken voor de eerste keer. Dus ik ben benieuwd wat ik overal weer van vind. Nou, vergeet voordat je verder gaat met de video niet te liken. Een duimpje omhoog is gewoon 1 klik. En om te abonneren is helemaal gratis. Kan ook hier beneden op de abonneerklok. Op de abonneren knop. Vergeet ook niet op het belletje te klikken, zodat je notificaties krijgt van wanneer ik mijn video's upload. Dat is 2 keer in de week, op woensdag en op zondagen om 1 uur. Dan mis je niks en dan gaan we gewoon nou snel beginnen, want de intro was alweer lang genoeg. Nou, ik heb mijn Mickey Mouse haarband al lang niet ingedaan, dus he's back. Ik ga vandaag weer eerst beginnen met mijn gezicht en dan pas mijn ogen, omdat ik mijn ogen wel weer een beetje semi-makkelijk wil houden. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik ga dit doen met een merk die voor mij persoonlijk een beetje onbekend is. Niet dat het een onbekend merk is, maar ik persoonlijk kende hem niet. Dus ja, dan ben ik altijd extra benieuwd. Ik heb hier de Gosh Primer Plus Skin Adapter in de kleur Chameleon. Tenminste, ik denk dat Chameleon de kleur is. I'm not sure. Misschien is er maar 1 kleur. Het zal wel. Er staat wel echt op 005 Chameleon. Dus ik denk dat er wel echt verschillende kleuren zijn. Er staat op dat deze primer je huid een gezonde en egale gloed geeft. Hij beschermt je huid tegen luchtvervuiling, zoals uitlaatgassen en zware metalen. Oké, een gezonde egale gloed vind ik wel mooi. Kijken, het heeft gewoon zo een pompje. Dus ik ga gewoon even een beetje pompen. Als er iets uitkomt. Ja, daar hebben we het. Het is gewoon een beetje grijzig of zo. Het voelt een beetje dikker aan. Oké, ik zie niet per se een hele aanwezige gloed of zo. Maar volgens mij heeft het wel een beetje egaal gemaakt. Hij plakt niet of zo. Ja, ik weet niet echt precies wat hij nou heeft gedaan. Nou, dan foundation. Zoals ik al zei in de intro. Ik heb mijn foundation van Juvia's Place dus nog niet binnen. Dus ik ga wel een PR foundation gebruiken die ik ooit in PR heb gehad. Maar al wel al een tijd gebruik. Echt geweldig vind. Dit is de Fenty Beauty Foundation. Deze heb ik gehad van de Nederlandse webshop smukcosmetics.com of .nl. I'm not sure. En dat is dus een Nederlandse webshop die merken verkoopt als Fenty Beauty. Ze verkochten ook Huda Beauty, maar daar zijn ze mee gestopt. Maar als je Huda Beauty make-up alsnog wilt hebben, die is gewoon te koop bij de beautyeditor.com. Dat is ook gewoon een webshop uit Nederland. En die verkoopt wel gewoon Huda Beauty, want daar zijn veel mensen niet van op de hoogte. En ik vind deze foundation echt top. Hij is mat, hij is volledig dekkend.
Echt een top foundation. Oh, by the way, ik heb hem in de kleur 240. En die kleur is perfect voor mij. Nou, samen met die foundation had ik toen ook de concealer gehad. De Fenty Beauty Concealer. Dus die ga ik ook maar gewoon gebruiken. Ik heb die in de kleur 210. En ook die kleur is heel fijn voor mij. Is een hele fijne kleur. Hij is niet te licht. En ook niet te donker. Gewoon ideaal voor mijn huidskleur. Oh, by the way, ik heb een kortingscode voor Smuk Cosmetics. Dat is gewoon mijn naam, Sarah. En dan krijg je 10% korting. Ik verdien daar verder helemaal niks aan. Het is gewoon puur voor jullie. Al mijn codes staan in de beschrijving onder deze video. Oké, dan heb ik ook een nieuwe losse poeder. Ik heb van het merk ook een nieuw merk voor mij die ik ook nog nooit heb gebruikt. Ik heb van hun gehad de van Biotuline, zo heet het merk, de Hydrolon Magic Loose Powder. Ik was naar een make-up event gegaan van Douglas en daar heb ik deze onder andere gehad. Dit is een nieuw merk te koop bij de Douglas, obvious. En hun hebben dus een losse poeder, deze is 40 euro. De verpakking is echt heel mooi en heel luxe. Dit is ook echt een heel duur merk. Ik schrok echt toen ik al die prijzen zag. Ik heb ook een dagcreme van hun gehad en nog meer andere dingen. En dat zijn echt prijzen van echt 70 euro en meer. Dus ik was echt like, dat is een dure dagcreme. Hun zijn normaal gewoon een skincare lijn. Dit is ook hun enige make-up product. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Even kijken. In de beschrijving staat dat het mijn huid een vlekkeloze, frisse look met een volledige natuurlijke finish geeft. Nou, top. Oh, en de poeder bevat microfijne vloeibare parels die alleen opengaan wanneer ze op de huid worden aangebracht. En hun anti-verouderingsingrediënten vrijgeven. Dus deze poeder gaat jou ook helpen met jouw huid. Ja, er staat echt een heel verhaal. Ik ga het niet helemaal oplezen. Maar ik ben benieuwd. Als je hem openmaakt heb je een spiegeltje. Je hebt deze, maar die gebruik ik niet. Wat wel minder is, is dat de dop vast zit aan dit. Dus ik heb niet echt iets om het in te gieten. Wacht, ik doe hem dicht. En dan doe ik zo. Oh, ik heb iets te veel geschud. Oké. Oeps. Kijk, en dan komt het er een beetje uit. Het is dus een hele lichte medium nude kleur. Even de creases eerst eruit deppen. Dan pak ik een beetje poeder. En die breng ik dan aan onder mijn ogen. Ik vind de kleur echt geweldig. Het is een hele goede poederkleur. Hij ruikt ook super lekker. Het is een niet te heftige geur. Gewoon heel subtiel. I love it. De poeder voelt ook licht aan. Vind ik ook fijn. Ik breng het gewoon overal aan waar ik concealer heb gedaan. Kijk zo, als je ook kunt zien, je kunt mijn huid er nog een beetje doorheen zien. Ondanks dat ik toch best wel veel heb gepakt. Dus het is echt een hele lichtgewicht poeder. Is op zich wel fijn. Vooral voor mensen met een droge huid zoals ik. Ook een beetje op mijn ogen. En dan weer eraf vegen. Als je een vettige huid hebt, laat het dan gewoon even zitten. Ja, hele fijne poeder. Hij maakt mijn huid niet raar of zo. Nee, gewoon hij presteert op zich gewoon als mijn andere poeders. I like it. Oké, dan wil ik even mijn gezicht gaan contouren. Daarvoor heb ik ook een paletje weer van het merk Gosh. Dit is de Gosh Contour Stroke Kit in de kleur 01 Light. Het is dus light. De kleur ziet er ook vrij licht uit. Mijn huidskleur is geen light. Ik ben echt medium. Maar goed, ik ga het toch wel proberen. Ik zie hier online dat je hem ook hebt in 002 medium. Dat was misschien handiger geweest voor mij. Hij kost normaal 20 euro. Maar bij Weekamp is hij ook weer in de sale voor 15 euro. Nou, dit zijn dan alle kleuren. Het zijn allemaal poeders. Dit is een contourkleur. Even kijken, je kunt ook hier zien wat alles is. Dit zijn twee contourkleuren, highlighter en als laatste hier een blush. Ik ga eventjes proberen te contouren met de contourkleur die er heel licht uitziet. Eerst mijn neus. Oeh, er komt gelijk veel vanaf, jongens. Oké, dat was misschien een beetje too much. En dan ook mijn gezicht contouren. Dit is de contourkwast van mijn kwasten set voor de gezichtkwasten set van Sarah Marie Cosmetics. De kleur is een beetje licht voor mij, maar op zich kan ik er wel iets van maken. Hij is niet super, super licht. Kijk, hij is een beetje grijs op mij. Als dus een contourkleur te licht is voor jouw huid, wordt hij altijd een beetje zo grijs. Maar op zich is het niet echt een hele big deal. Ik vind het wel super fijn blenden. En ik vind de kleur ook een hele goede kleur om mee te contouren. Vooral als je een lichtere huid hebt. Ik wil even nog wat extra poeder doen onder mijn ogen. Dat doe ik altijd met even gewoon een product die ik al heb. En dat is de Benefit Hello Flawless Poeder. Dit is een pressed poeder die al heel vaak is gebruikt, zoals je kunt zien. En ik doe altijd nadat ik heb gebaked met poeder, ga ik er nog zo overheen met een lichte pressed poeder.
Want dat maakt dan de contour op mijn neus iets minder heftig. En het maakt het onder mijn ogen iets lichter en iets meer smooth. Dat vind ik altijd persoonlijk wel mooi. En ik haal dit er niet af. Ik druk het er gewoon zo in. Even een beetje MAC Fix Plus spelen. Mensen, ik heb vandaag echt een beetje een iets mindere dag. Ja, af en toe heb je gewoon zo'n dag dat je gewoon iets minder goed in je vel zit. En dat heb ik vandaag. En ik was echt de hele tijd down. En nu ik hier zit en weer praat en een video maak, dat maakt me altijd weer een beetje happy. Oké, ik ga even beginnen aan mijn ogen. Dus ik ga jullie even inzoomen. Ik verander even de lens. Oké, nou mijn ogen. Ik heb ze al gepruimd met concealer. Ik heb ook een PR pakketje ontvangen van Revolution. Waarin ik hun nieuwe paletjes heb gehad. En hier is er eentje van. Dit is de Revolution Fierce Wild Animal paletje. Je hebt drie. Ik heb ze ook alle drie gehad. En ik wilde dus deze gaan proberen in deze video. Kijk hoe prachtig deze kleuren zijn. Echt ideale kleuren voor de zomer. I really love it. Je hebt matte kleuren, glanzende kleuren. Super, super, super. Ik heb op Instagram al een look gemaakt met het andere paletje. Met een van de andere drie paletjes. En ik was er echt blij mee. De paletjes zijn zo betaalbaar. En de kwaliteit is echt bij hun altijd vaak wel goed voor de prijs. Oké, ik pak eerst deze hele lichte witachtige kleur. Volgens mij is dat de glanzende kleur. Die glans. Ja, een beetje... Nee, het is een beetje een matte kleur, maar dat maakt verder niet uit. En die breng ik zo'n beetje aan onder mijn wenkbrauwen. Mensen, ik pak even een stukje plakband en die ga ik hier aanbrengen, want ik wil zo'n mooie lijn hier hebben. Nou, dan begin ik met deze onderste kleur. Dit is een beetje een peachy matte kleur. En ik gebruik de grootste fluffy kwast uit mijn kwastenset. En dit wordt gewoon de kleur voor in mijn arcadeboog, een beetje de transitiekleur. Dan pak ik deze oranje matte kleur. Ik ga zoveel mogelijk kleuren proberen te gebruiken. Zodat ik gewoon goed mijn mening kan vormen. Ik ga hiermee ook weer gewoon eroverheen om het allemaal een beetje oranje te maken. Dan pak ik deze mooie beetje roze-oranje kleur. En deze ga ik vooral aanbrengen in de buitenste hoeken. Eerst zo op mijn ooglid. En dan blend ik het uit in mijn arcadeboog. En dan zo naar buiten ook echt. Nou, ik heb zometeen een gender reveal feest. Dus ik wil de look een beetje normaal houden. Maar ik zie alweer wat er aan de hand is. En dit gaat niet echt een hele normale look worden. Maar ja, dat is gewoon wie ik ben, jongens. Dat is gewoon hoe mensen mij moeten accepteren. Wat ik dan wil doen is deze prachtige goudgele glanzende kleur pakken. En ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. En ik pak lekker veel op mijn kwast. En die ga ik zo aanbrengen op mijn ooglid vanuit binnen tot... Ja, ongeveer hier, bijna het einde. Ik trek hem niet helemaal door naar het uiteinde, want ik wil nog een andere kleur ernaast doen eigenlijk. Dan pak ik deze roze glanzende kleur. En die kleur wil ik dan zo ernaast doen, hier zo. Als overgang van de matte kleur hier en de glanzende gouden kleur. En dan pak ik weer een beetje goud om het weer een beetje hier te blenden. En dan weer de matte roze oranje kleur die ik hier had gedaan om het ook weer een beetje te blenden. Wat ik wel een beetje mis in het paletje is echt een hele donkere kleur. Een hele donker bruin of een hele donker oranje rood of zoiets. Alles is vrijwel best wel licht. Maar goed, whatever. Ik had het nog wel iets donkerder willen maken. Oh, ik word gebeld. Hoi. Oké, mensen, ik word even gebeld, but I'm back. Ja, ik ben een beetje aan het twijfelen of ik een eyeliner wil gaan doen of niet. Ik heb sowieso geen eyeliner gehad in PR of zo. Dus ja, ik denk dat ik het gewoon zo ga laten en gewoon mascara doe en nepwimpers. In PR heb ik ook deze Catrice Iconista mascara gehad. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Zo ziet het eruit. Dit lijkt op een rupsje. Net zo'n rupsje. Nou, ik ga deze gewoon gebruiken voor mijn mini wimpers. Hij is heel kort. Dat vind ik op zich wel fijn, omdat ik dus van die mini wimpertjes heb. Oh, kijk. Ik heb niet echt veel om te zien, maar op zich, je kunt wel zien dat het echt volume een beetje brengt. Kijk. Ik hoop dat jullie het zien. Dit is echt een volume mascara, volgens mij. Oh, hele fijne mascara dit. Zien we dit? Zien we mijn mini wimpertjes? Kijk, I like it. Het is wel echt veel volume. Dus als je daar niet van houdt, gaat dit niks zijn voor jou. Maar ik hou er wel van. I like it. Nou, dan nepwimpers. Ik heb een PR pakket gehad van Tati Lashes. Ik heb deze vier wimpers gehad. Ik ga even een beetje uitzoomen, zodat je het goed kunt zien. En ik ben super benieuwd naar deze wimpers, want dit zijn hele populaire wimpers. En I like it. Woo!
Hier even iets meer close-up. Dit is dus het TL2. Ik heb hier het TL3. Ik heb hier TL4. En als laatste TL5, de meest heftige. Ik ga denk ik vandaag gewoon voor TL4. Ben ik zo terug. Nou, super mooie wimpers. Niet te veel volume. Het zijn een beetje naturel wimpers. Maar wel echt extreem lang. En I really love it. Ik vind ze echt heel erg mooi. Dan ga ik verder. Ik pak weer deze kleur. En die breng ik aan op de hele onderste wimperrand. Dan wat mij ook wel leuk lijkt is om deze Essence Electric oogpotlood in mijn waterlijn te doen. Dit is ook een PR oogpotlood. Die heb ik ooit gehad in mijn Essence PR. En deze gebruik ik echt best wel vaak. Super mooie kleur. En dan weer een beetje mascara. Nou, en dan is de ooglook af. We kunnen weer uitzoomen. Nou, ik heb ook een bronzer gehad waar ik heel enthousiast over ben. En ik ben super benieuwd. Van smukcosmetics.com heb ik de Fenty Beauty bronzer gehad. Ik ben hier echt zo benieuwd naar. Ik had de kleur Iceland Ting gekozen, omdat die mij ja, online dat de beste kleur leek. Oeh, dit is hem dan. Super mooie verpakking. I like it a lot. En dan als je hem openmaakt, heb je hier de bronzer. Het is een matte bronzer en je hebt hier een spiegel. Hij heeft een hele chique uitstraling. Hij is ook best wel klein, dus ook handig voor to go. En dan gaan we gewoon bronzen. Ik gebruik mijn bronzerkwast voor mijn kwastenlijn. Ik hoop dat hij echt zo mooi is als dat ik in mijn hoofd heb. Ik denk dat ik wel iets donkerder had kunnen gaan. Op zich is de kleur mooi. Het is gewoon een mooie naturel kleur voor op mijn huidskleur. Maar ik hou altijd toch wel van iets donkerdere brons, iets heftiger. Maar kijk, op zich, hij bronst heel mooi. Het is echt een prachtige kleur. Hij blendt fijn. Ik vind hem echt top. Super mooie bronzer. Ook echt heel naturel. Zoals je kunt zien, het is niet too much. Ik persoonlijk hou gewoon van too much. Maar de meeste mensen willen gewoon een mooie naturel bronzer hebben. Het is echt top. Dus als je mijn huiskleur hebt en je pakt Iceland Ting, heb je dus deze mooie natuurlijke bronzer. Wauw, ik vind het echt heel mooi. Mijn wimper is los. Oké, terwijl mijn wimper opnieuw droogt, ga ik blush aanbrengen. Van Root Cosmetics heb ik ook een pakketje gehad. En ik heb hier hun Amiga Ombre Blush. Dit is in de kleur Juanita. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ze hadden mij een mail gestuurd met dat ik wat make-up mocht uitkiezen op hun site. Hun site komt wel uit Amerika, dus je moet douane en zo betalen. Maar Boozy Cosmetics koopt ook Root Cosmetics. Maar niet het hele assortiment, maar wel een heleboel. Nou, dit is dan de blush. Mooie verpakking. En dan is hier de kleur. Het is dus een beetje een ombre. Is dit een matte kleur? Volgens mij wel. Oeh, dat is wel licht, jongens. Nou, ik pak gewoon een beetje. Een beetje gepakt. Aftikken. Oeh, mooi. Ik ben er 2 keer ingegaan. Als je er 1 keer ingaat, heb je een beetje een natuurlijke blush. Kijk, dit is na 1 keer. Zie je dat verschil? Meer natuurlijk. En na 2 keer wordt het dus iets meer vroom. Zo, dit was de 2e keer. Veel mooier dan verwacht. Vooral toen ik het swatchte, ik dacht echt, oeh, maar hij is echt mooi. Oké, mensen, even uw wimper plakken. Oké, dan highlighter. Voor highlighter heb ik ook iets heel leuks. Van Essence heb ik ook een pakketje ontvangen. Dit is de Essence Summer Days and Nights Glow Highlighter Palet. Mensen, deze is echt huge. Kijk mijn gezicht. Zien jullie dit? Het is echt een super, super groot paletje. Toen ik hem zag, ik dacht echt, wauw. Het ziet er echt prachtig uit. Vooral voor Essence. Ik dacht echt, oh, Essence. Doe maar. Oh, ik ben er met mijn vinger ingegaan. Oepsie. Maar je hebt dus letterlijk voor elke huidskleur de wat donkerdere kleuren, wat lichtere kleuren. Echt prachtig. I like it. Echt, oh, kijk deze kleur dan. Oh, zien we dit? Kijk hoe mooi. Je hebt dus een beetje een peachy kleur, roze, licht champagne, een beetje bronzy en goud. Kijk hoe mooi, jongens. Ik ben echt zwaar impressed. Oké, welke ga ik gebruiken? Ik denk dat ik ga voor peachy. Ik gebruik nooit peachy-achtige kleuren voor dat. Dus laat me het eens een keer proberen. Oh, het is wel heel poederig. Kijk hier. Dus dat is wel handig om te weten. Oh. Oh, ik heb hier een puist. Ga eens weg, jongen. Kijk die glow. Mooi, man. Je moet er wel echt 2 keer ingaan als je echt die heftige glow wil. Die ik dus wil. Ook een beetje hier bij mijn voorhoofd. Nou, Essence. Echt, mensen. Deze is echt waar. Deze is echt mooi.
En zo betaalbaar en zo mooi. Wat ik dan nog wil doen is, ik pak deze hele lichte champagne kleur. En die doe ik hier in mijn binnenste ooghoek. En ook zo op mijn neus. Ik maak altijd zo'n streep. En dan nog zo'n puntje op mijn neus. En voor de lippen heb ik ook iets nieuws. In principe heb ik dit product al in een andere kleur. En ik vind hem echt top. Dus nu heb ik hem ook weer in een nude kleur. Dit is de Fenty Beauty Stunner Lip Paint. Ik heb hem al in het bruin. En dit is de kleur Unbutton. Dit is een wat lichtere kleur. Kijk, een beetje een nude kleur. Kijk, die ik al heb is echt bruin. Dus bruine nude. De bruine heet Unveil. Super mooi. Het is gewoon een matte liquid lipstick. Ik ga wel even eerst in met de lippotlood. Ik gebruik mijn Morphe Sweet Tea lippotlood. Om even gewoon een lijn te zetten. En dan de liquid lipstick. De Smuk Cosmetics ook weer bedankt voor deze. Kijk ook die applicator. Echt super apart. Zoals je ziet is het wel echt een lichte kleur. Dus ik gebruik wel echt een potloodje. Beetje indeppen. Wauw, echt heel erg mooi. Echt een perfecte nude voor mij in combinatie met dat lippotloodje. Als laatste heb ik ook een setting spray gehad van Technique Cosmetics. Deze is echt super mooi. Kijk hoe die gaat. Oh mijn god, het gaat gewoon zo helemaal zo net als de zee. Dit is de Magic Mist Illuminating Spray. Dus deze geeft hopelijk een glow aan mijn gezicht. Met van deze glow spray is altijd goed schudden. Want die kunnen een beetje vlekken. En die ga ik even opsprayen. Oh, lekker verfrissend, joh. Wow, hij geeft echt een glow. Kijk mijn gezicht. Ik hoop dat het opvalt. Ik zie echt zo'n mooie glowy mist op mijn gezicht. I like it. Nou mensen, dan zijn we klaar eigenlijk. Nou, ik ben wederom weer heel blij met de make-up. Ik ben blij dat het goed is gegaan. Want zoals ik al zei, ik heb vandaag een babyface. Dus ik hoopte dat ik er een beetje goed uit zou zien. En ja, I really like it. Ik ga nog even snel vertellen wat ik van alles vind. Zoals ik net zei, deze liquid lipstick. Echt top, super nude. Fenty Beauty is wel duur. Dus ook de liquid lipsticks zijn duur. Ik ga wel eerlijk zeggen, je kunt hier ook gewoon een dupe van vinden die minder kost. Dus ja. De Technique spray, heel erg mooi. Geeft echt een glow. I like it. De mascara, als je van volume houdt, ga je deze echt heel, heel fijn vinden. De blush van Root Cosmetics, super mooi. Echt wowie, ik hou ervan. De Gosh Primer. Is een beetje een weet ik niet. Ik zal hem echt vaker moeten gaan opdoen om echt mijn mening te kunnen vormen. Het is niet echt dat hij eruit sprong of iets deed waarvan ik denk ja heel goed of heel slecht. Dus deze is een beetje ja een weet ik niet. Even kijken, dit contourpaletje. Ja, het is een hele lichte kleurig paletje. Als je een lichte huidskleur hebt, gaat die top zijn. Op zich, hij blendt er fijn uit. Het is een handig paletje. De Biotuline poeder. Echt top. Als jij iemand bent die houdt van een make-upje, maar wel een beetje een lichtgewichte make-up en dat het niet allemaal too much wordt, dan ga jij deze poeder echt heel erg fijn vinden. Ik heb ook een Fenty Beauty poeder, die is ook heel fijn, alleen die is wel een beetje dikkig. Het is maar waar jij voor gaat, maar als jij gaat voor een lichtgewicht naturel poeder, ga je deze echt super fijn vinden. En hij is anti-aging, dat is ook altijd top hè. Fenty bronzer, super mooi. Kijk hoe mooi ik ben gebronst. Hij blendde geweldig, niks op aan te merken, super fijne bronzer. Dit Revolution paletje, ook een fijn paletje. Vooral voor de prijs, hij is van 11, 12 euro, super mooie kleuren. Hij is niet echt geweldig en top. Ik moest wel een aantal keer in het paletje gaan om echt de kleur mooi op mijn oog te krijgen. Voor mij persoonlijk maakt dat niet echt heel erg uit. Vooral omdat het zo'n betaalbaar paletje is, heb ik dat er wel voor over. Dus ik vind hem echt prima. En deze is echt... Ik weet niet eens wat ik er nog over moet zeggen. Echt een top highlighter paletje. Betaalbaar Essence. Hij is, ja, volgens mij is hij 10 euro. Ja, het is wel een beetje duur voor Essence. Maar je krijgt wel echt superveel. Hij is echt heel erg groot. En de wimpers, echt wowie. Echt mijn ding. En ook niet heel duur, dus I like it. Dus mensen, vandaag een vrij positieve video. Ik ben er heel happy mee. Er is niks waarvan ik denk, nee, doe maar niet. Dus ja, dat gebeurt niet heel vaak. Meestal zit er wel iets bij waarvan ik denk, nee, maar vandaag ja, zijn allemaal redelijk goede producten. Een aantal dure, een aantal betaalbare, allemaal top. En I really like it. Ik ben heel blij met de make-up look. Nou, laat me weten wat jullie weer van de video vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. Liken kan hier, abonneren kan hier op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!